So. Besties. Good times. Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Wij zijn onderweg op collectie voor Tote.me2. En we hebben jullie op Instagram vragen gesteld voor een Q&A. Dus die gaan we vandaag beantwoorden. Sam is aan het rijden, daarom kijkt hij naar daar en nu naar hier. Eyes on the road. Stay safe. Stay safe. Safety first. We hebben een heel deel vragen binnengekregen, dus die gaan we nu beantwoorden. Het zijn te veel. Ja. Oh ja. Best wel. Ja, maar er zijn er ook wel redelijk wat dezelfde, dus ik ga filteren natuurlijk. Ik ben benieuwd. Als eerste, de vraag die een paar keer is gesteld. Hebben jullie een kinderwens? Zo ja, hoeveel zouden jullie er willen? Oh ja, bam, lekker op. Ja. Ja, we hebben een kinderwens en ik denk, ik wil er sowieso maar één. Dus Sam gaat mee moeten gaan. Jawel. Maar Sam wil er ook maar één. Ik ben voorstander van één kindje. Ja. Dus één verwend nest. Ja, één verwend nestje, zoals Sam zelf is. Ik ben ook wel een verwend nest, ook al waren wij met twee. Mijn ouders hebben mij ook wel altijd heel goed verwend. Maar ik denk dat ze maar één kindje willen, zodat we die alle aandacht en liefde kunnen geven. Ja. En... ja. Allee, we zien wel. Misschien als het zover is, dan... ja, natuurlijk weer wie weet valt dat heel goed mee en dat... denken we daarna, oh, we willen nog een kindje. Dat weet je nooit op voorhand. Dat kun je niet zeggen, maar denk ik. Voor een moment zeggen we gewoon één kindje. Ja. Sorry trouwens van de sunflare. Ik ben een beetje heilig. De zon schijnt, ja. Sam heeft een heilige aura rond. De volgende vraag is, willen jullie eerst kinderen en dan pas trouwen of andersom? Andersom. Ja, ik denk ook wel andersom. Eerst trouwen. Ik denk ook eerst trouwen en dan kinderen. Ja. Allee, op zich maakt het mij ook niet zoveel uit allemaal. Nee, dus dat maakt echt niet uit. Mochten we nu nooit trouwen als Sam dat niet wil, is ook oké voor mij, maar... Alles sinds ik denk dat we allebei zowel willen trouwen als kinderen willen. Ja, inderdaad. Maar wanneer of zo, voor mij maakt die timing eigenlijk niet zoveel uit. Er zit echt geen druk achter, dus we zullen zien. Wat vinden jullie een goede tip voor een goede relatie? Praten. Ja, communicatie is key. Ja. Moet echt praten. Dat hebben we toch al zelf ook meegemaakt. Hè? Ja, als je niet praat met elkaar, dan gaat je gewoon naast elkaar leven. En niet, ja, hoe zeg je dat, involved zijn in elkaars leven. Ja. Niet met elkaar bezig zijn. En ik vind echt communicatie is nummer 1 in een relatie. Het gaat echt gewoon over alledaags praten, van ja. Hoe is die dag geweest, wat heb je gedaan? En interesse tonen in elkaars leven want, en in elkaars werk en wat dat de andere persoon doet. Ja. Maar ook gewoon praten als er iets mis is. Ja. Als je je niet goed voelt bij iets, ik hap dat niet op, zeg kilometer. Dat het is je levenspartner, zo. En dat is toch de bedoeling. Ja. Dus je moet eerlijk zijn tegen elkaar. Oh. Amai, wat de bijna omgewaald volgens mij. Oh ja, shit man. Maar ja, wat deed hij ook? Ja, die ging naar links, dus die moest uitwijken. Ja, die hè, dat bedoel ik. Mooi. Nee, dus dat is onze grootste tip wel, denk ik. Communiceren. Ja, je liefde zou u. Allee, in mijn geval is dat toch, dat is mijn beste vriendin ook. Je zou alles aan elkaar moeten kunnen vertellen. Besties! De volgende vraag is, wat is onze lievelingswinkel? Tote.me2! Ja, een eigen webshop, of course. En buiten Tote.me2. Buiten Tote.me2. Onze? Als... voor mij de Bershka. Maar ik bedoel gezamenlijk. Hebben we een gezamenlijke lievelingswinkel? Ik weet niet. IKEA of zo, ja, dat is wel tof. Ja. Ik had er lekker eten en ik had er zo fijn doorwandelen. Ja, inspiratie op doen en dan moet ik. En kleren, ik weet niet. Ik zie je niet meer. Jawel, hier wel, ik toch. Oh, dat licht is echt te erg. Maar de IKEA en
zouden wij op huwelijksreis gaan? Ergens iets wat we al gezien hebben, wat we heel mooi vonden, zou ik wel willen doen. Maar ergens zou ik ook iets willen doen wat zo totaal nieuw is, wat we nog nooit hebben gedaan. Ja. Ik weet het al. Ja, als je heel veel budget had, zou ik naar Seychelles gaan ofzo. Als ik echt mag kiezen, Bora Bora. Bora Bora, of een Maldiven of de Seychelles, ja. Seychelles. Seychelles. Voilà, Maldiven zou ik kiezen. Ik ben mijn auto zelf in Duitsland gaan halen omdat ik daar een heel goede tweedehands heb gevonden die zelfs nog beter qua prijs is. Daar zijn de prijzen vaak nog beter. Het kost u alleen iets meer tijd en moeite om hem hier in België in te schrijven, maar na een week of twee had ik hem hier ingeschreven, dus dat viel best wel mee. Ik moet gewoon meer moeite doen. Maar... Dus op naar Duitsland! Yep. Tenzij je een bedrijf hebt, dan zou je natuurlijk wel kijken om het op je zaak in te schrijven en een nieuwe te kopen, maar anders tweedehands gaan. Maar ja, je hebt ook een bedrijf. Waarom heb je dat dan niet gedaan? Toen had ik nog geen bedrijf. Hè? Ah ja, toen had je nog geen bedrijf. Oké. Dat is waar. Waarom zijn jullie begonnen met YouTube en doen jullie het al lang? Ik ben begonnen met YouTube omdat ik meer wou laten zien van mijn leven dan alleen maar de dingen op Instagram. Ja. Ik wou gewoon meer kunnen delen, mijn dagelijks leven wat meer kunnen delen en leuke video's maken. Mm-hmm. Daarom ben ik daarmee begonnen. Ik ben denk ik 2 jaar geleden begonnen. Ja. En sinds een jaar vloggen we elke weekdag. Elke weekdag, ja. En zit ik er ook aan. En zit Sam er ook terug sinds samen een jaar. Ja. De eerste maand of 2 maanden heb ik daar niet aan meegedaan. Nee. Maar daarna kwam ik gewoon een beeld van u en toen... En je vond het ook wel leuk. Allee, ben ik zelf al en toe eens begonnen met de camera. Sam is wel heel creatief en monteren en filmen. Dat vind ik gewoon leuk, ja. Zo video's in elkaar steken of creatief zijn, dat vind ik gewoon leuk. Inderdaad. Wat vinden jullie het leukste aan elkaar als je één ding mocht kiezen? Ik denk bij Sam dat Sam heel lief is. Dat Sam heel goed voor mij zorgt gewoon en ik... weet dat ik heel veilig ben bij Sam. Ja. Dat is misschien stom, maar dat vind ik het leukste. Ik voel me echt heel op mijn gemak bij Sam. Sam zorgt echt heel goed voor mij altijd. Oh. Is altijd super lief. Als er iets is of zo, weet ik gewoon dat Sam er altijd is en klaar staat en direct zou springen om iets te doen. Dat is ook, als ik echt om iemand geef, dan zal ik er ook altijd zijn en zal ik alles ervoor willen doen. Sam is echt denk ik wel de liefste persoon die ik ooit heb ontmoet. Dat is echt. Je bent moet je ook niet overdrijven. Hè? Heel lief. Het is goed. Nee, hè? Niet erover gaan. Ja, dat is, maar oké. Okay. En mijn familie zegt dat ook altijd. Met Sam heb je goeieke. Oh. Het is echt lief, zorgt goed voor mij. Het leukste wat ik vind aan u is, ik denk dat je zo open bent. Ik vind dat, je bent zo open dat het grappig is ook. Dat je alles gewoon eruit flatst en kei los bent en zot zo, dat vind ik heel fijn. Ja. Dat je zo, je babbelt over alles, je kunt constant over alles babbelen en over alles
alles gewoon eruit gooien en open zijn en hoe dat je voelt en dat vind ik heel fijn. Ja, ja. Want ik ben zelf vrij ingetogen zo, ja. Dus dat is wel, dat compenseert tegen dat jij zo heel los bent en heel babbelt zo. Ja, dat wel. Maar. Ja, ik ben wel heel open. Ik zal mij ook niet snel schamen om iets te zeggen of zo. Dat is fijn. En dan vond ik ook dan weer fijn aan Sam dat ik mezelf kan zijn. Ja. En niet mijn woorden moet wikken en wegen of moet nadenken. Of als ik eens iets stom zeg of zo, dat Sam niet kwaad is op mij. Want nee, daar had ik in vorige relaties wel problemen mee. Het is net fijn dat je zei wie je bent. Ja. En dat vond ik net leuk, dat ik mijn eigen helemaal kan zijn. 100%. Zijn er negatieve punten aan het social influencer zijn? Zeker. Er zijn zeker wel negatieve punten. Ik denk, één ding is dat mensen altijd denken dat ik niks doe. Dat social influencer zijn niet werken is. Terwijl het geweld moet werken en vaak hard moet werken. En dat vind ik wel stom dat mensen daar zo van uitgaan van oh, ze maakt snel maar een fotoke en ze verdient €200, weet ik veel. En dan denk ik, ja, er komt echt veel meer bij kijken dan dat je denkt. Nog een punt is, denk ik, dat je je snel vergelijkt met anderen. Ik doe dat eigenlijk wel niet heel veel. Ja, bij momenten misschien wel. Momentjes, ja, maar het valt best goed mee bij u. Ja. Je zet gewoon jezelf en dat wil je ook naar buiten brengen. Hè, ja, wat je zegt. Inderdaad. Maar dat vind ik goed. Je ziet ook wel vaak bij anderen dat je je heel snel vergelijkt met iemand anders die ook social influencer is. Er wordt ook heel veel nagedaan en zo. En daarom gaat je vergelijken met elkaar. Inderdaad, maar dat probeer ik niet te doen. Soms kan ik wel eens denken van, kijk hoe die eruit ziet, zo wil ik er ook uitzien. Maar ja, ça va wel, denk ik. Het is altijd goed om je eigen ding als social influencer naar buiten te brengen. Ergens moet je uniek zijn of ergens moet je eigen content kunnen maken. Hè? Ja, anders gaat je niet eruit springen of gaat je niet opvallen. Hè? Inderdaad. Ik weet niet, dat vind ik niet echt negatief, want ik doe het natuurlijk graag. Maar je bent vaak wel 24 op 24 bezig. Het is niet dat je zegt, ik heb weekend, want je doet nog dingen voor social media. Uh-huh. Maar dat is op zich niet negatief als je het graag doet. Uh-huh. Nog een negatief ding misschien is, alleen negatief, ik krijg heel veel berichten op dagelijkse basis, echt heel veel. Dat vind ik niet negatief. Ik probeer ook altijd iedereen te antwoorden, maar soms zitten er wel vieze berichtjes in. En ja, dingen, vooral als je vrouw bent natuurlijk. Ja, en dingen die minder leuk zijn, zoals dick pics en zo. Dus ja, dat is natuurlijk wel niet zo tof. Maar ja, iedere job heeft zijn voor- negatieve kant natuurlijk. Ja. Als jij in het kantoor ergens zit, dan kun je ook eens een negatief punt hebben, maar je hebt ook goede punten. Dus, maar ja, mijn job is wel echt heel fijn om te doen. Ja. Ik doe mijn job echt super graag, dus ja, het is echt een droom. Keigoed bezig. Dank je, schatje. De volgende vraag is, gok ik ook voor mij, Sam of Celine? Ah, dat is de vraag, Sam of Celine. De vraag is Sam of Celine. Dat is moeilijk. Ik zou geen één van de twee ooit kunnen missen in mijn leven, maar ja, als ik moest kiezen, kies ik wel natuurlijk voor Sam. Wow. Want Sam is mijn lief en de persoon waar ik de rest van mijn leven wil mee doorbrengen. Maar ik hoop dat ik nooit moet kiezen en ik ben vrij zeker dat ik nooit ga moeten kiezen en dat ik zowel Sam als Celine voor altijd in mijn leven zal hebben. Finesse Car Care zegt, mag Sam wat meer car-related content maken? Please, Thalisa, mag jij? Van mij mag die dat zeker. Yes. Mag altijd heel van mij. Ik zeg altijd, vlog nog maar eens van uw auto en zo. Want ik weet dat mensen dat ook leuk vinden, dus ik heb er niks op tegen. Ja, ik vlog wel vaak. Als ik vlog, dan gaat het meestal over mijn auto's. Misschien moet ik af en toe wel andere dingen doen. Zo, maar mensen vinden dat wel leuk. En als je dat zelf leuk vindt. Het belangrijkste is dat jullie dat leuk vinden. Nee, dat is niet waar. Allee, ja. Het belangrijkste is dat jij dat leuk vindt. Tuurlijk, ja. Dat is vind ik. Ik vind altijd, ik wil content maken die ik leuk vind. Ja, dat is waar. Ik ga niet iets maken voor bijvoorbeeld jullie. Nee, ik zou niet omdat voor jullie dat maken. Leuk vinden, als ik dat niet zou leuk vinden. Snap je?
Zwaar. Ja. Hoe lang kennen wij elkaar al? We kennen elkaar van de zomer 12 jaar. Ja. Van toen we 15 waren. We zijn, want die vraag zie ik ook, hoe lang zijn jullie al samen? Dus ik ga dat samenpakken. We zijn, ja, 9 jaar samen geweest. En nu zijn we terug een jaar samen. Dus 10 jaar, zeggen we. Samengeteld zijn we 10 jaar samen. Hadden we geen break van 2 jaar gehad, dan waren we 12 jaar samen. Maar nu zijn we 10 jaar samen. Wat wil je nog bereiken in het leven? Heb je nog dromen? Oeh, dat is een brede vraag. Hè? Ja. Ik heb een droom dat ik mijn eigen bedrijf wil oprichten. Heb ik al gedaan, maar groot maken. Mm-hmm. En dat ik daarvan zou kunnen volledig leven. En dat ik daar ook iets groot van zou kunnen maken. Dat andere mensen, dat ik werk voor andere mensen kan bezorgen. Dat zou ik heel chic vinden. Ja. Als ik een job voor andere mensen kan creëren, een heel fijne job, dat zou ik echt chic vinden. En samen heb ik wel de droom om gewoon super gelukkig te worden en altijd ja, fijne dingen samen te doen en nieuwe dingen te beleven. Zo. Ja, dat tweede geldt ook wel voor mij. En ik wil, ja, eigenlijk een beetje zoals bij u, ik wil Totally Too nog groter maken natuurlijk. Totally Too is best wel goed bezig. Zeker. Maar ik wil dat dan nog groter wordt en wie weet een winkeltje ooit of zo. Dat is niet de grootste droom, maar het zou mooi zijn. Ja. Wat zijn jullie toekomstplannen? Komt er ongeveer wel mee overeen qua onze dromen. Misschien iets komt er in de toekomst denken of zo? Ik denk dat wij graag een huis willen, zoals jullie misschien weten of misschien niet. We hebben ooit samen een huis gekocht, daar woont Sam nu in. Want Sam heeft dat toen overgekocht, alleen mij uitgekocht, of hoe zeg je dat? Ja. Dus ik woon nu bij Sam. Ik denk dat we graag terug samen een huis zouden willen kopen. Dat we met ons twee samen een groter huis willen kopen. Ja. Dan misschien ook kindjes binnen dit en 2-3 jaar. En misschien trouwen. Who knows? Wat vond Sam van je borstvergroting? I like it. Eerst was ik zo. Was ik echt geen voorstander. Ja, je steunde mij wel. Ik steunde je, tuurlijk. Maar ik had zoiets van, ja, dat hoeft echt niet. Hè. Waarom gaat je dat doen? Je hebt een super mooi lichaam. Waarom gaat je dat nu verpiepen? Hè? Ja, verpiepen. Ja, maar ja, ik vond dat totaal niet nodig. Want ik vond die super mooi zoals je was. Maar uiteindelijk, ja, nu na een tijd vind ik het heel mooi. Je staat er echt super goed mee. Ik vind dat natuurlijk ook heel aantrekkelijk zoals je zei. Dus ja. Ik ben voorstander en ik denk mensen die daarover twijfelen om dat te doen. Als je het zou doen, doe het dan vooral om jezelf zelfzekerder te voelen. Ja, want ik, zoals Sam zegt, die was niet echt voorstander in het begin. Hij steunde mij wel. Je gaat altijd tegenstand krijgen van iemand. Maar ja, en mijn ouders waren absoluut geen voorstanders. Dus ja, ik had zoiets van, ja, ga ik nu luisteren en het niet doen, terwijl ik het zelf heel graag wil. Dat is dat, ja. En ik heb het gewoon puur voor mezelf gedaan. Geen domme dingen doen natuurlijk, maar als je iets graag wilt, alleen voor jezelf, doe het dan gewoon. Hè. Ja, inderdaad. Ik heb het gewoon voor mezelf gedaan en voor mijn zelfbeeld. En ik voel me daar heel goed over. Voilà, dat is belangrijk. Ik zie gewoon dat je veel gelukkiger bent met jezelf daardoor. Dus dan ben ik er 100% voorstander. Ja. Wat is jullie droomvakantie? Veel. Ik zou wel graag eens terug zo'n rondreisje willen maken. Ja, met de camper of zo. Ja, dat zou wel chic zijn, dat je echt vrijheid hebt. Zo ergens aan de kanten van Amerika, aan de, nooit opstaan zonder water, aan de westkust. Ik moet altijd zo denken aan de 4 windrichtingen. Aan de westkust hebben we ooit al gedaan, maar dan is met ons 2 met een camper of zo. Zo, kijk hoe dat is. Ja, of met een hele dikke bak. Zo. Of met zo'n Ford Mustang. Zo, echt, ja, of met een dikke Mustang GT of zo. Het cabrio, dat je echt zo kunt cruisen van hotel naar hotel. Zo. Ja. Dat is ook echt En zo niet te veel plannen. Gewoon zien en rijden.
en naar, ja, vrijheid naar hebben. Een hotel of een motel rijden en vragen als er dan plaats is en daar dan blijven of zo. Ja. Als er niet is, op naar de volgende. Zoiets. Stress-free vakantie, als het is. Yes, woehoe. Trouwplannen of plannen om ergens groter te gaan wonen? Trouwplannen momenteel niet. Allee, dat is al van Sam niks concreet, afhangen, hè? Maar niks concreet. No pressure, Sam. Maar rustig. Oh, Erik, doe rustig. Plannen om ergens groter te gaan wonen, zoals ik zei, dat willen we wel. En daar denken we ook wel meer en meer aan de laatste tijd. Dus ik denk binnen dit en 1 à 2 jaar sowieso denk ik wel dat we een huis gaan kopen. Ja. De laatste vraag. Zou het bij jullie niet beginnen kriebelen eens Céline bevallen is? Kan ook niet, want een kind is natuurlijk heel veel werk. We houden nog wel heel veel van onze vrijheid. Ja. Dus denk nog niet direct. Nu is het wel tof om te zien, maar het is niet dat kriebel bij mij nu. Nu ze zwanger is gewoon. Ja, ik had het even. Even dacht ik zo van, oh, ik wil ook een kind. Maar nu weer niet meer. Nu ze zo op het einde is, denk ik echt van, jij liever als ik. Maar ja, en ook het hele leven gaat veranderen natuurlijk. Ja. En ik zou daar nog niet direct klaar voor zijn. Daar ben ik niet klaar om op te geven. Nee, inderdaad. Oké, dat waren alle vragen. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. Yes. En wij zien jullie morgen.